allemaal en welkom bij een nieuwe video hier op It's Ultrax, de enige echte. Ja jongens, ik heb het al een heleboel keren beloofd. Ik heb het echt al een heleboel keren beloofd, gezegd. En elke keer kwam het er niet van. Elke keer stopte ik toch weer met mijn Planet Coaster project. Maar ik ga nu dan toch echt waar jongens. Ik beloof het, ik zal het echt doen. Ik zal het echt doen. Ik ga beginnen en ik ga het park afmaken van Planet Coaster. Ik ga een nieuw park beginnen en nu maak ik het af. Ik beloof het echt. Ik zal het echt doen, jongens. Ik ben al begonnen. Ik had vanmiddag al een stukje opgenomen. Maar ik had even tijdelijk het microfoongeluid had ik even uitgezet. En dat had ik dus nog niet terug aangezet. Dus ik heb vanmiddag alles voor niks opgenomen. 30 minuten lang. Zo de prullenbak in. En ik moest weer helemaal overnieuw beginnen. Daarom heb ik al een klein stukje van het park heb ik al gemaakt. Het park heet Fantasy World. En dat wordt dus het nieuwe park. En de herfst is het. Het is, momenteel is het herfst. De winter komt eraan en dan kan je toch ook niet meer zo gauw naar buiten gaan om film op te nemen. En je als het winter is, blijf je wat vaker binnen. En daarom wil ik toch nog wat extra om handen hebben. En dat is dus deze Planet Coaster. Ik wil het, momenteel wil ik het dus alleen gaan doen op de maandag. Maar er kunnen dus dagen bij komen als jullie het echt een leuk project vinden en ook echt leuk vinden dat ik aan dit park ga bouwen. Nou, ik zal het spel even opstarten en dan zien jullie wat ik alvast gebouwd heb in het nieuwe pretpark Fantasy World. En ja hoor, daar is die gestart, eindelijk. En dan gaan we beginnen jongens. Zo, het spel is aan het laden en dan ga ik alvast laten zien. Ik heb nog niet veel gebouwd, gelukkig maar. Want ik had dus een fout gemaakt met dat er geen geluid in de video zat. Dus ik ben ook, aan de ene kant ben ik ook wel blij. Het was ook niet het leukste stuk om te doen. Dus ik ben blij dat ik nog niet alles gebouwd heb. Maar dit is in ieder geval de omgeving wat ik alvast gebouwd heb. Je komt hier binnen. Hier ook kom je binnen. En dan loop je het park in. En dan kom je echt in een beetje Wild West thema kom je uit. Ik heb hier al wat winkeltjes heb ik al gebouwd. Hier zitten twee leuke cowboytjes. Verderop is er een schietpartij plaats. Tussen twee cowboys die zijn met elkaar aan het ruzie zoeken. Kijk, hier staan ze, die boeven. Kijk, ze schieten allebei. Kijk, ze zijn allemaal kapot schieten. Hele spontane schietpartij ineens. Nou, leuke cactusjes. Cactus. Nou, gewoon leuke cactussen. Juist, dat was het woord. Leuke cactussen. En informatie. Boord. Een Mexican food kraampje. Toiletjes. Milkshakejes. Hier nog leuke kraampjes. Hier staat een cowboy lekker te wachten. En dan houdt hier ineens het park ermee op. En daar moet ik eigenlijk weer gaan beginnen met bouwen. Er zijn nog niet echt veel. Ik moet ook eerlijk zeggen dat dit blueprinten zijn. Zo eerlijk ben ik wel. Ik heb het niet zelf gebouwd, al deze huisjes. Maar het is een blueprint. En ik vond het wel zo eerlijk om dat te vertellen. Nou, hier nog een leuk kerkje. Deze heb ik dus allemaal gedownload in de Steam Workshop. Ik ben tenminste wel zo eerlijk om dat toe te geven. Dan zie ik hier nog ineens, zie ik hier weer geldautomaten staan. Maar dat vind ik helemaal niks eigenlijk. Die kennen van mij, mogen die eigenlijk weg. Want dat vind ik eigenlijk helemaal niks. Kan ik dat niet toevallig even gewoon toch zeggen van op Sodemietre? Nee, dat doet hij weer niet. Dat vind ik altijd zo raar eigenlijk. Met dit. Waarom kan ik die dingen nou niet gewoon zeggen van joh, ik heb jou niet meer nodig. Sodemiet recent op. Ga dus eventjes opzouten. Dat vind ik altijd zo raar, hè?
die dingen heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Sta ik op een ontzettende moeilijke, onbereikbare plaats. En ik heb geen zin om dat allemaal in te bouwen. Deze ook. Dat kan allemaal eigenlijk weg. Dan kan ik het wel als goed is doen bij mijn parkmanagement. Dan gaan we naar attractions and shops niet, security niet. Hoe deed ik dat ook weer? Die, juist, die was het. Kijk. Facilities, die is closed. Maar daar kan ik dus ook niet zeggen van, goh, ga jij eens eventjes buiten spelen. Heel raar. Ik snap niet waarom dat nou niet kan. Je moet toch op een gegeven moment kunnen zeggen van, kijk, hier heb je al die edit building. Dan. Dan zeg ik even kijken. Dan ook nog een knop en dan kon je een save blueprint. Dan kon je kijken wat voor winkeltjes er allemaal in het gebouw zaten. Maar, nou, ik krijg het momenteel even niet weg. Nee, ik krijg het niet weg. Nou, ik heb het in ieder geval uitgeschakeld. Anders krijg je dat weer. Maar dit is een beetje het thema. Hier moet je dus, als je binnenkomt, kom je gelijk eigenlijk al in een beetje Wild West thema kom je uit. En dan kan je op een gegeven moment dadelijk verder naar achter. En dan kom je eigenlijk zeg maar in het pretpark. Dit is echt eigenlijk de main street van het park is dit. Ja, dat is het dus. En eigenlijk moet ik hem nog een klein stukje verder bouwen. Maar ik heb niet genoeg. Ik heb eigenlijk niet zo genoeg objecten meer van gebouwen van de Wild West thema. Dus ik moet even kijken of dat ik nog wat Wild West. Kijk, want hier heb je allemaal nog van die aparte dingetjes allemaal. Dit is nog een Wild West ding. Ah, die zou ik ook nog wel kunnen bouwen, maar die zou ik eigenlijk dan een beetje, eigenlijk zou ik die het beste een beetje hier kunnen bouwen. Dan is dit gat ook een beetje dicht en dan is het echt een beetje zo. Kijk, dan is deze hoek in ieder geval een beetje dicht. Kijk, en dan lijkt het echt een stadje te worden. Dit is de Wild West Adventure, die heb ik niet nodig. WC's, Main Street. Wat is dit dan? Stop, zegt hij. Ho, en stop, zegt hij. Ik snap niet wat dit allemaal is, maar dit is niet wat ik wil. Dus we gaan gelijk maar weer een andere proberen. Wat is dit voor gebouw? Ik moet ook niet. Ik had hier al per ongeluk twee. Hier en daar had ik al een beetje per ongeluk dezelfde gebouwen gedaan. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Het moet toch een beetje, ja, hoe zeg je dat? Allemaal unieke gebouwen zijn, want anders dan krijg je allemaal hetzelfde. En dat is eigenlijk niet mooi. Ik heb hier nog twee wc's. Ik heb hier nog een saloon en een bank. Heb ik hier nog. Eigenlijk zou ik die dus hier neer kunnen zetten. En dan zou ik eigenlijk dit gebouw zou eigenlijk weg kunnen. Dan doe ik dat gewoon twee keer. En dan zet ik ze in plaats van tegenover elkaar, zet ik naast elkaar. Kijk, en daar begint het alweer mee. Waarom krijg ik die street coffee niet weg? Zo super irritant. Kijk, dit. Even wachten. Ik ga even kijken of dat ik.
Nou doet hij het wel. Oh, ik moet hem met de selectietool. Kan ik hem verwijderen? Kijk, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Dat moet ik eigenlijk hebben. En dan zou ik dus, als het goed is, zou ik dus weer naar building kunnen gaan. En dan krijg je dus weer dat gekke apparaat. Die krijg ik. Kijk, dit is ook ontzettend leuk. Maar die zou dan echt aan de andere kant moeten. Die zou ik dan een beetje zo kunnen maken. Als ik het gebouw nog niet heb. Zou dat wel een ontzettend leuk iets wezen. Om dit gewoon hier te plaatsen. Zodat dat ook een beetje zichtbaar is. Ik moet even kijken of ik het wel... Dat ik hem wel goed plaats, want anders dan is dat niet mooi. Dus dan zou deze, die zou eigenlijk... Zo moeten. Hou me er niet aan op als het niet mooi is. Oké. Het enige jammer aan het hele... situatie is dat ik nu, als je hier binnenkomt, heb je hier ook een klein gaatje. Dus dan zou ik dus een klein Mexicaans huisje of zo neer kunnen zetten. Kijk. Dan is dat ook wel een klein beetje bedekt. Staat op de, wat staat er nou op? De henhouse. En die heb ik volgens mij nog niet. De henhouse. Hier in ieder geval niet. En guns and bullets. Saloon. Toilets. Informatie. Kijk, en zo heb je echt een beetje het gevoel dat je echt in de Wild Wild West bent terechtgekomen. Fantastisch. Ziet er erg leuk uit. Ik wou echt zo'n Wild West thema wou ik hebben. Even draaien nog. Dan ga ik echt dwars door het huis heen, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Kijk, dan kom je hier naar binnen zo. En dan, kijk nou eens. Ik ben in het park gekomen en ik zit gewoon in het wilde wilde westen en ik zie allemaal leuke gebouwtjes. Echt fantastisch. Vind ik alleen jammer dat dit gebouw bijvoorbeeld zit allemaal aan elkaar geplakt. Dat had voor mij wel weer weggemogen en dat zou dan eigenlijk weer een beetje, ja, hier een beetje neer kunnen zetten. Dat dat een beetje bedekt is. Dat is nou niet echt belangrijk. Je ziet er ook niet veel van. Dus ik ga eens proberen of dat ik dit kan alleen kan selecteren. Dus dan doen we edit. Oh, dat ga je echt niet meenemen dit, hè. Ik kan wel proberen met de selectietool. Nee, want dan haalt hij dat weer weg. Kijk, dit moet hij eigenlijk laten staan dan. Dit. Dit zou eigenlijk weg moeten. Oké, nou, dan gaan we nog eens een keer proberen. Moet ik eigenlijk een editknop hebben. Even kijken. Zo, edit. Het is eigenlijk jammer dat je niet... Nee, dat gaat niet. Dat krijg je niet voor elkaar. We kunnen eigenlijk... dit is eigenlijk wel de Main Street, vind ik eigenlijk wel mooi eigenlijk. Dan wou ik eigenlijk hier het pad verder gaan uitbreiden. Lengte. Nee, de breedte. Kijk.
Voor mij is het weer zo scheef als wat. Het lijkt wel dat het scheef is allemaal, joh. Dus dat zou ik eigenlijk even moeten veranderen. Ik zit af en toe nog echt wel eens met die knop van... Ja, wat is nou recht en wat is nou een beetje... Kijk, want je zou zeggen dat dit wel aardig recht is. Dit is misschien wel leuk. Aangezien we dit niet wegkrijgen, is het misschien wel een leuk idee om hier een flat ride neer te zetten. Rides. En dan gaan we gewoon even kijken bij trail rides. Kijk. En dan zou ik eigenlijk zou ik een soort zoiets of zo, weet je wel. Zo'n soort spin idee. Dan heb je toch nog een beetje van de omgeving. En dan zou ik dus de omgeving, ik zou de ingang zou ik hier maken. Zo. En dan zou ik de uitgang zou ik daar maken. Zo. Dan zou ik dit even verder aan moeten kleden laten. Maar dan zou ik hier bijvoorbeeld zou ik dus een... pad kunnen maken, zo naartoe. En dan zou ik dat de wachtrij zou ik een beetje zo maken. Ik ken die wachtrij niet. Ja, dat ga ik helemaal iets breder. Een beetje spelende wijs. Juist. Zie je wel. En dan zou ik zeggen van... gaan we hem eens even uittesten. Ride camera. En dit zou toch wel weer een leuke... Dit zou toch wel weer een leuke toevoeging zijn aan het park. Toen nog een klein beetje van de omgeving een beetje meegenomen. Vind ik toch wel erg leuk. Toch nog een beetje van, van het westen thema nog een beetje aan die kant een beetje gedaan. Dan zou ik misschien hier in de rij zou ik wat tonnetjes en zo ook kwijt kunnen. Scenery. Eens even kijken wat hebben we allemaal vrienden. Dus een bar robin. En dan hebben we nog een... hebben we nog meer allemaal. Dit zou ik nog een beetje op kunnen vullen met steen. Die is wel erg groot. Die is ook wel erg groot. Jongens, hebben we geen kleine stenen. Want dit zijn allemaal echt enorme grote stenen. Kijk. Zou ik dit een beetje zo op kunnen vullen met stenen.
Dan zou ik eigenlijk even deze weg moeten halen. Oep. Weg ermee. Op. Bonk. En dan zou ik eigenlijk hier ook langs het pad. Zou ik dan misschien wat leuke steentjes kunnen plaatsen. Doe me gewoon spelende wijs. Zo. Nou kan ik dus wel allemaal van die kleine stenen vinden. Net had ik alleen maar van die joekeloeren zoveel stenen. Deze gaat het pad uit. Kijk, dan hebben we toch een beetje de thematisatie. Dat is misschien wel leuk. Om dit toch een beetje zo een beetje aan te kleden zo. Met steentjes. En als ik dit dan een beetje zo doe, die er bovenop. Nou, dan is dat toch wel. Nou, ik vind dat toch wel leuk. Is dat toch best wel leuk, toch? Oh, dit is de verkeerde. Zo. Kijk. Dit wordt toch wel wat. Nee, die is weer niet mooi. Die is weer niet mooi. Nee. Kijk. En dan die. Dat zijn weer allemaal van die hele grote stenen. Echt kleine steentjes of zo. Net als ik echt met kleine steentjes bezig ben. Echt grote stenen. Kijk, dan is dat toch een beetje. Opvulling van het park. Alleen zie je, dat was ik al bang voor. Je moet wel goed kijken dat je niet door het hek heen gaat. Want dat heb je heel snel met dit. Dus ik ga deze. Deze. Nee, de onderste is het. Die is het dus. Die ga ik even weghalen, want die gaan echt door het hek heen. En dat wil ik eigenlijk niet hebben. Ik wil echt een beetje spelende wijs. Dat je een beetje. Dit wordt wel erg hoog. Laten we gewoon twee stenen nemen. Hier gaat hij ook al een klein beetje door het. Dus dan kan je nog wel een klein beetje. Kan je hem verplaatsen. Dit zijn hele grote, dit zijn hele grote, dit zijn hele kleintjes. Dit zijn ook hele, dit is ook geen goede, die ook niet, die zijn weer te klein. Die waren het. En zo kan je het een beetje aankleden. Alleen dus moet je oppassen dat je niet door het hek heen gaat.
Kijk, en ik blijf er nou netjes achter. Kijk, en dan toch hebben we toch wel een beetje een apart thema. Als je het nou een beetje zo doet. Ja, het is een beetje kijken hoe alles een beetje zit. Ik ga toch niet. Nee, ik ga niet door het hek heen. Dat is nice. Kijk, dit is wel gaaf. Dan lijkt het net alsof het er doorheen valt. Deze gaat er trouwens wel doorheen, dus ik moet deze moet ik even verwijderen. Moet ik even een ander blokje voor nemen. Misschien deze. Oh, die is mooi. Nee, die gaat er doorheen. Ah, zeg ik dat ik het net mooi vind en dan gaat hij er dwars doorheen. Dus het is echt even een beetje. Ja, het is een beetje passen, meten, een beetje spelen met dat ding. Ik ben niet zo goed als Da Vinci Games, maar ik probeer een beetje toch wat moois te maken. Ik denk als ik wat vaker speel dat de inspiratie toch wel een beetje vanzelf komt. Hij zegt altijd van wat ik kan maken, dat kunnen jullie ook vastmaken. Dus nou, daar houden we ons maar een beetje aan. Chips. Deze was wel netjes. Die was te ver. Die andere ging het waar zijn. Dan zitten we dwars door een gebouw heen. Nou, ik vind het toch wel. Ik vind het toch wel mooi, jongens. Ik vind het toch wel grappig uitzien zo. Met die stenen. Het heeft toch wel iets. Dus dit is een beetje het park waar ik mij gaat vermaken. Dit heb ik dus gebouwd. En dit wordt dus echt het hele park. Ik weet niet tot hoever het park eigenlijk loopt. Moet ik even kijken, want je ziet altijd zo'n. Oh ja, hier loopt het. Hier loopt het. De lijn. Ze kan tot hier.
Dus dit park hebben we helemaal tot onze beschikking. En daar gaan we toch een mooi, daar gaan we toch mooi een mooi pretpark van bouwen in de komende tijd. Ik zal ook nog wel even een paar keer zal ik met mijn park bezig zijn. En dan zal ik het niet opnemen, maar geen problemen. Ik zal in ieder geval wel een update geven van wat ik allemaal daarna gebouwd heb. Tijdens dat ik hier aan het spel gewerkt heb en het niet opgenomen heb. Dus wees geen... Ga ik niet in paniek. Ik zal alles netjes in de gaten houden. En ik zal alles netjes melden wat ik dus... Dit is wat ik dus allemaal ga maken. En ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dat jullie toch wel een leuk iets vinden. Om dit toch in de gaten te houden. Dat, hoe ik dit allemaal bouw. En wat het gaat worden. Ik ben echt reuze benieuwd. Ik probeer er in ieder geval een heel mooi park van te maken. En ik zou zeggen, doe dat blauwe duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Ja, en ik zie jullie binnenkort weer. Volgende week bij aflevering 2 van Fantasy World. Dus ik zou zeggen, de groetjes allemaal en bye bye.